Ja, daar zijn we weer. Ja, ik ben nog steeds met mijn panel en met de Delta-commissaris die ook aanwezig is en meepraat. Dat is heel erg fijn, want we willen het met jullie hebben over het thema vitaal polder- en krekenlandschap. En daarin hebben wij weer een centrale vraag. Ja, we zorgen ervoor dat jullie aan het werk blijven. Daar zorgen wij voor dat jullie de hele tijd moeten meepraten. We hopen dat jullie met deze goede ideeën komen en gedachten. De centrale vraag van dit blok is: hoe ziet toekomstig bestendige landbouw eruit? En hoe richten we de zoetwatervoorziening klimaatbestendig in? En die, als het goed is, gaat die nu veranderen in Slido in beeld. Dus hoe ziet toekomstige toekomstbestendige landbouw eruit en hoe richten we de zoetwatervoorziening klimaatbestendig in? Was er iemand die zei nee, dat gaan we niet doen? Oh wel, goed zo. anders dan is dat wat. Maar wij gaan om te beginnen dit thema inleiden met een vlogvideo van Feiko van Dok. Hij is van de provincie Zuid-Holland en hij is trekker van de broedplaats Volhoudbare Landbouw. Dat vind ik een mooie, Volhoudbare Landbouw. Van IBP Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta. Vlog. Hey. Wat leuk dat ik deze workshop mag aankondigen samen met Luc de Magnus, bestuurder van het waterschap Scheldestromen. Ik ben Feiko van Dok en ik werk voor de provincie Zuid-Holland. En ik ben procestrekker van de broedplaats Volhoudbare Landbouw. Een programmaonderdeel van het interbestuurlijk programma Vitaal Platteland in de Zuidwestelijke Delta. Ik ben hier nu in Den Haag. Den Haag is een van de weinige steden in Europa die gebouwd is aan de kust. Een kust die te maken heeft met grote opgaven, waaronder zeespiegelverhoging. In Den Haag maken we gebruik van een zandmotor. Dat is een grote zandplaat die we hebben opgespoten en die voor de komende decennium ervoor zorgt dat het zand wordt verspreid over de kust en we veilig achter een volle duinlaag kunnen we blijven wonen. Grote opgaven spelen ook in de Zuidwestelijke Delta. Denk aan verhoging van de zeespiegelstijging, verzilting, de achteruitgang van de biodiversiteit, bodemuitputting en nog veel meer. Het zijn opgaven die we niet alleen kunnen oplossen. We moeten de handen ineens slaan. Dat is wat we doen in het interbestuurlijk programma Vitaal Platteland. Dat werken we enerzijds interbestuurlijk samen. Denk aan het Rijk, gemeenten, waterschappen en provincies. En anderzijds met boeren, kennispartijen, onderwijs, ketenpartijen, etc. aan die grote opgaven. Er worden op dit moment grote stappen ondernomen, bijvoorbeeld in de broedplaats Zoetwater, waarin we samen met het waterschap en allerlei andere partijen en de boeren werken in een living lab, Schouwen-Duiveland. Waar we enerzijds werken aan visievorming voor een robuust watersysteem en anderzijds werken aan nieuwe drainagesystemen of experimenten met het verbeteren van de bodem, zodat de sponswerking wordt verbeterd van die bodem. Of denk aan de broedplaats Volhoudbare Landbouw, waar ik trekker van ben. Daar denken we onder andere na over nieuwe verdienmodellen voor de boer. Want die moet die maatregelen, die duurzame maatregelen, ook straks bekostigen. En kunnen we dat misschien, die verdienmodellen, koppelen aan een monitoringssysteem waarmee we duurzame prestaties van die boer kunnen meten? Kortom, er gebeuren hele mooie dingen die terugkomen in deze workshop. En ik hoop dat we jullie daarmee inspireren. En wens ik jullie natuurlijk heel veel plezier. Tot ziens. Ik kan er helaas niet bij zijn. Ik heb een opleidingsdag. Maar heel veel plezier. Ja, dat is zeker jammer dat hij niet bij is met het leuke haar en zo, toch? Een fijn plaatje allemaal. Heel erg leuk dat ook bij ons is. Hij is al genoemd vandaag. Luc Magnus. Magnus. Dat hebben mensen vaker bij je naam, dat weet ik zeker. Van Waterschap Scheldestromen en lid van het gebiedsoverleg. We hadden het er net al eventjes over. Wat zou jouw antwoord zijn op die centrale vraag? Hoe ziet toekomstbestendige landbouw eruit? En hoe richten we de zoetwatervoorziening klimaatbestendig in? Ja, waar we proberen klimaatadaptief bezig te zijn. Ja. En we hadden het net over dijkzones en inrichting van de Zuidwestelijke Delta. En daar hebben we tijd voor. Maar wat het betreft zoetwatervoorziening is de urgentie heel hoog. En we zien dat ook de afgelopen jaren. Niet alle jaren zijn hetzelfde, we zien het. Maar ook nu is het heel speciaal met toch heftige regen. Ja. Dus hoe we dat in moeten richten, dat is zeer de vraag hier in het Zuidwesten. Dat is eigenlijk ook de vraag voor de workshop. We zijn volop bezig, want de urgentie is groot.
Deze ochtend heb ik het masterplan van de ZLTO, masterplan zoete water van de ZLTO, in ontvangst genomen. Staat erin, in één zin? Sorry, maar ik verstond het niet. Wat staat daarin, als je het in één zin samenvat? Daar staan 21 voorstellen in om in de regio te werken aan de zoetwatervoorziening. Dus echt uitvoeringsgericht. Maar we zullen, en dat is heel erg van belang. Ja. Maar we moeten natuurlijk, uiteindelijk hangt heel veel met elkaar samen. Mm-hmm. En wat we met de kust gaan doen en wat we met energietransitie gaan doen. Alles hangt met elkaar samen. Dat is wel duidelijk geworden. Er zijn hier een aantal ideeën, Luc, binnengekomen. Oh ja, je hoort me met een beetje vertraging misschien. Er zijn hier al een heleboel ideeën. Ik wil ook het panel graag erover horen. Bovenaan, en jullie kunnen dus stemmen. Kijk, zoals bijvoorbeeld Liliane van Sprundel. Die heeft bijvoorbeeld een idee ingevoerd. En daar hebben een heleboel mensen op gestemd. En die zegt dan, landbouwgebruik moet je aanpassen aan waterbeschikbaarheid. Niet alles kan meer overal verbouwd worden. Dat, hè? Ik bedoel, je moet ook andere groenten. We moesten al lachen om deze zeekraalachtige plantjes hiervoor. Die moeten we opeten. Niet alles meer kan verbouwd worden. Wat denk jij daarvan? Is dat zo? Ja, we zijn in Zeeland. We zitten hier namens de Zuidwestelijke Delta. Maar in Zeeland zijn we bezig met het Deltaplan Zoetwater. Ja. En in dat Deltaplan komt ook voorbij natuurlijk. Kan alles overal nog in de toekomst wel gebeuren? We kijken naar allerlei verschillende opties. En ik wil het gras voor de voeten niet wegmaaien van de workshop, maar uiteindelijk zal blijken dat elke regio een andere oplossing krijgt. En dat niet alles in de toekomst overal zal kunnen, is wat mij betreft evident. Maar ja, vertel eens, Kees-Jan. Uiteindelijk. Ja, sorry. Ja, precies, want dat is zo. Wordt er verbouwd worden in de verschillende provincies? Ja, zonder meer. En daarom, Luc heeft vanochtend al het plan in ontvangst genomen van de ZLTO. Het is denk ik gewoon heel belangrijk dat we nu intensief met de agrarische sector praten. Waar, wat, wanneer. Een grote omslag snel. Een grote omslag, want die moeten investeren in de toekomst. Die moeten weten waar ze toe zijn. Ja, en noem dan eens een voorbeeld. Wat gaat er in het Brabantse deltagebied anders verbouwd worden? Wij hebben bij ons in de gebieden, een aantal gebieden heb je boomteelt, een aantal andere gebieden heb je tuinbouw. Hm? De agrarische sector wil weten waar ze aan toe zijn. Ik zie bijvoorbeeld akkerbouwgebieden, die hebben een watervraag. Wij moeten als waterschap vragen, kunnen wij dat op termijn zo blijven voorzien? Daar zit een eindigheid aan. Als dat niet zo is, moeten ze anders gaan verbouwen. Ja, dus het is niet alleen maar eisen van de overheid, u heeft voldoende water. Het is ook de dialoog, wat willen ze ervoor betalen? Dus dat is het gesprek. En het is dus ook slecht nieuws soms brengen, tenminste voor nu. Maar mijn ervaring is als je tijdig, wat gaat er over 10, wat gaat er over 15 jaar gebeuren? Als je vandaag in gesprek zit, heeft iedereen daar begrip voor. Ja, oké. Als je dat helder kunt schetsen. En werd hier ook al gezegd van Jan Jansen, die vond ik mooi. Geen druppel regenwater de polder uit. Vasthouden, dat moeten we. Denk je ook dat het een goed idee is, Annemiek? Vasthouden? Geen druppel regenwater weg? Ja, zonder meer. Ja. En natuurlijk, alles heeft zijn prijs. Hè? Dus geen druppel is dan wel... Ik ben niet zo van het hele extreme. Maar, het heeft ook wel iets lekkers, toch? Het is wel een duidelijk statement. Dus, precies. Peter vindt het... Peter zit nee te schudden. Vertel eens, Peter. Peter is extreem. Ja. Nee, iedereen kent mij natuurlijk als enorm extreem. Ah ja, het is vreselijk. Nee, maar... Dat het uitgangspunt is niet afwentelen. Ja. Vasthouden wat er valt. En daar ook de ruimtelijke consequenties van nemen. Maar ook de consequenties in termen, als het over de landbouw hebben, teelt. Maar ook de bedrijfsvoering. Daar op al die punten valt winst te halen. Maar als er 200 millimeter valt, zoals in de polders bij Alkmaar vorige week, dan ontkom je er niet aan. Of gisteren in Limburg. Hè, ja? Wat moet daarmee, wat jou betreft? Nou ja, je kunt niet alles vasthouden wat valt. Okay. Dus op enig moment zul je het ook moeten afvoeren. En dat is, maar dat er echt meer ruimte moet zijn. Maar je zei net, zoveel mogelijk behouden. Hè? Die druppels die soms overschieten, dat zal dan wel. Maar dat heeft dan ook ruimtelijke consequenties. Zoals wat? Nou, dat betekent, kijk naar een poldergebied, hoeveel open water is daar? Mm-hmm. Hoeveel zijn er lagere delen die je kunt reserveren om eventueel als het 5 centimeter regent, dat je het er tijdelijk kunt parkeren voordat je het uitslaat naar zee, want dan ben je het kwijt. En nou ja, zo kun je, en in de bodem. De bodem en het water moeten sturen. Op die ruimtelijke ordening. Dank je wel. Dat hebben we met elkaar afgesproken. Dat staat in novies, et cetera. Maar dat moet naar de praktijk. En dat is een opdracht
Voor de Zuidwestelijke Delta. Maar het is een opdracht ook voor het nieuwe kabinet. Heel extreem, maar dat is hartstikke fijn. Ira, want dat klopt, hè? Dat vasthouden van dat water, dat vergt dus inrichting, maar dat vergt ook weer bepaalde beplantingen en dergelijke die daarbij kan helpen. En er wordt hier ook gezegd door Frans, en velen zijn het met hem eens, klimaatbestendige landbouw moet ook een bijdrage aan het herstel van de biodiversiteit van het landschap leveren. Hè? Dus de landbouw moet omvormen, maar je moet respect hebben voor de natuurlijke bronnen en de natuur. Hoe zie jij dat? Ja, ben ik volledig eens natuurlijk. Ja, dat zat ik erin. Denk dat, ja, dat ja. Is niet voor niks dat je het aan mij vraagt. Ik denk dat we vooral niet heel erg moeten vasthouden aan alleen maar dat wat er was, maar dat we echt de urgentiebesef meenemen in beslissingen. Als we weten dat er twee grote uitdagingen zijn, klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit, dan zou het mij natuurlijk heel wat waard zijn en lijkt het mij ook heel logisch als het fundamenteel goed is, dat we bij het inrichten van een nieuwe landbouwstructuur rekening houden met dat verlies aan biodiversiteit. En wat zou een eerste ingreep zijn die zou gedaan zou kunnen worden? Nou, er gebeuren echt al wel hele mooie dingen. We hebben over akkerranders bijvoorbeeld. Maar wat ik ook wel interessant vind, is als we het over verzilting hebben, heb ik op Texel wel hele mooie, inspirerende voorbeelden gezien. Ja. Ik weet niet of er echt al Zeeuwse boeren zijn die daar zin in hebben, maar het zou wel een mooie kruisbestuiving kunnen zijn. Ja. Want we moeten er onszelf op voorbereiden. Het zal wel moeten. Sander Terlouw zegt dat ook. Zoete landbouw zal voor een flink deel verdwijnen. Verzilting moeten we accepteren. Het is een feit. Denk jij dat ook, Luc? Dankjewel, Sander. Nee, dat, als je praat over extremen, is dat ook wel extreem. Vind je? Natuurlijk. Ik heb het net gezegd. En wat er daarnet over wateropvangen gezegd is, dat is zeer realistisch. We kunnen in gebieden meer water opvangen. En wat vind je dan extreem van die verzilting die geaccepteerd moet worden? Wij kunnen verzilting voorkomen, terugdringen. Ja? Okay. En dat betekent de zoetwatervoorziening. We willen ook in 2050 de zoetwatervoorziening zo hebben dat dat robuust is. We zijn bezig met infiltratie in de grond. Hè. Je hoeft het net niet in het oppervlakte alleen op te slagen, maar je kan er best veel aan doen. Ja. En dan nog zullen er gebieden zijn, en dat is ook duidelijk aangegeven, ook door Kees Jan de Vet. Ja, we zullen dat met elkaar moeten bespreken. En er zullen gebieden zijn waar minder mogelijk is, of dat totaal niet mogelijk is. Maar dat zullen we met elkaar eerst moeten bespreken, zonder dat gelijk over de schutting te gooien en zeggen, nee, de landbouw moet accepteren dat verzilting een feit is. Nee, wat dat betreft zullen er, zoals met alles, vele oplossingen zijn. Variatie is mogelijk. Een houdbare landbouw te komen. Oké, hartelijk dank. Hartelijk dank. Annemiek, wilde je daar iets op zeggen? Je keek me dringend aan. We zeggen natuurlijk wel al 30 jaar dat bodem en water sturend moet zijn in de ruimtelijke ordening. En ook de randvoorwaarden bepaald. Ja. En in de praktijk, wanneer gaan we het eens een keer doen? Dus ik denk dat wij ook wel als bodem- en watersector ons moeten afvragen hoe we dat dan in die beslissingen en besluitvorming ook duidelijker naar voren brengen. Oké, heel duidelijk. Kees-Jan, als laatste. Ja. Hoe komt de korte en de langere termijnambitie bij elkaar? Want we zeggen altijd. Nou, geef daar eens antwoord op. Nou ja, ik zie in ieder geval bij mijn eigen waterschap dat er een urgentie zelfs afgelopen jaar groeit om zoetwaterbeschikbaarheid op de agenda te krijgen. Mm-hmm. Vervolgens merk je wel dat allerlei overheidsprogramma's om die snelheid ook te betrachten. We zijn bijvoorbeeld bezig met het Moerdijk tweede inlaat, dus er komt zoetwaterstroom. Maar het is allemaal nog, op korte termijn en langere termijn zijn niet goed aan elkaar verbonden, vind ik vaak. En wat moet er als eerste in gebeuren om dat wel aan elkaar te verbinden? Ja, dat is denk ik ook het gesprek met de sector. Van wie neemt welke verantwoordelijkheid? Het is nu vaak of de overheid of de agrarische sector. Ja. De agrarische sector moet ook op een nieuwe manier haar verantwoordelijkheid willen nemen. Ze moeten ook een innovatieagenda hebben. En ze moeten ook financieel de verantwoordelijkheid met ons samen nemen. Al die gesprekken en het moet ontwikkeld worden. En wanneer kan er dan iets gebeuren? zelfs vanochtend al. Hè. Dus wat dat betreft zit ik al het idee in. We zijn al begonnen. We zijn begonnen. Maar het kan nog sneller. Ja, oké, precies. Dat is steeds het thema. Heel erg maar bedankt. Als ik mag. Ja, maar je hebt één zin, Peter. Nou ja, als de Zuidwestelijke Delta de kans wil pakken om zo echt voorbereid te zijn op die toekomst, dan hoort daar ondernemerschap bij. En zo ken ik de Zeeuwen, de Brabanders en de Zuid-Hollanders, ook die agrarische sector. Dus we hebben een klimaatlandschap, maar ook klimaatondernemerschap. En met een zetje in de rug van de overheid kunnen er dan hele mooie dingen tot stand worden gebracht. En dan zou ik echt wel een beetje zelfbewust zijn daar. En de steun van de overheid en lef van bestuurders, daar kun je een heel eind komen en luisteren. Luisteren naar de mensen. Dankjewel. Ja. Goed, hè? Mensen kunnen dan heel goed, en met, door het woordje en kun je een heleboel zinnen aan elkaar tot één. Maar je hebt gelijk, het is een mooi pleidooi. Heel erg bedankt.